denk van de expositie, dit zijn wij. En wat is dit zijn wij? In de gemeente kletsen we het heel vaak over alles wat kreeg sociale cohesie, sociale samen, diversiteit en inclusie. Hele mooie woorden die worden gebruikt in politiek en de wetenschap. Het is nou echt, het is nou het gewone normale leven, hoe mensen zoals wij. Wat doen we dan anders? Dat was de aanleiding om dit bij op te tuigen. Want wat is die sociale cohesie? Wat is wat mensen in het dorp naar elkaar omkijken, oog hebben voor elkaar en zorg hebben voor elkaars welzijn? Betekent dat nou dat je moet gaan zorgen voor je buurman of buurvrouw? Nee. Maar als ik door het dorp loop, en dat is niet alleen hier, maar eigenlijk overal de wereld ertussen, dan zie je mensen alleen maar op de telefoon kijken. Terwijl er heel veel levende mensen om ze heen lopen en ze alleen maar geconcentreerd zijn op de social media. Ja, ik heb 800 vrienden op Facebook, maar in het weekend ben ik in mijn eentje. Wat nou als je meer kijkt naar de mensen om je heen? Gewoon een gesprekje aangaan met iemand die je niet kent. Iemand die je regelmatig tegenkomt. Wie is dat? Kan in de supermarkt zo lopen. Kan ook om je heen kijken en in ieder geval zeggen, goedemorgen of goedemorgen. Dat betekent dat je ineens veel meer contact krijgt met de mensen om je heen. De mensen die je echt doen. Niet dat ze mooie opgepoetste, zoals allemaal op de social media zien, maar echte mensen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Mensen elkaar laten ontmoeten. Dat was de bedoeling van dit project. Dit is de eerste van heel veel die we gaan volgen. Maar mensen met elkaar in gesprek laten komen. Mensen die elkaar durven te spreken, elkaar durven aan te kijken. En heel open en openhartig naar elkaar toe zijn. Hoe dat project is verlopen, dat gaat mijn partner in crime naar Naomi heen gaan. Ja, mooi. Begin maar even met een echte steenwijkse, uitdrukking. Want ja, waar ik vandaan kom, het oosten van het land, zit iedereen gewoon mooi tegen elkaar op straat. Ik zeg niet dat het gesprek daarna verder gaat, maar ik denk dat we hier in Oud-Dordrecht en de Kwakel gebeurt misschien meer. Wat meer mooi tegen elkaar kunnen zeggen. Fijn dat jullie er zijn, deelnemers, belangstellenden, mini. Ja, ik ga jullie even kort meenemen in het project. Het begon eigenlijk al anderhalf tot twee jaar geleden. Samen met Dolly Pietersen ben ik dit project begonnen. Ja, we zaten bij wethouder Ria Zijlstra destijds. En toen kwamen we op dit idee om ontmoetingen te organiseren in Uithoorn en Kwakel. Tussen mensen die elkaar niet kennen. Nou ja, vervolgens kwam corona en was er een hele tijd niets. We hebben heel vaak bij elkaar gezeten om te kijken of we iets konden organiseren. Maar ja, twee mensen bij elkaar zetten in coronatijd, dat was lastig. Daarom zijn Dolly en ik in eerste instantie individuele gesprekken gaan houden met de mensen. En dat was eigenlijk heel erg leuk en leerzaam, want zo leren we alle deelnemers beter kennen. Die deelnemers die reageren op onze oproep in de krant, via de radio, en we hebben zelf ook een aantal mensen benaderd. En zo hebben we toch een redelijke, ja, mooie afspiegeling gekregen van de inwoners van Uithoorn en de Kwakel. Het lastigste was eigenlijk nog om jongeren erbij te betrekken. Ik hoop dat Nicky zo meteen komt. Maar uiteindelijk hebben we ouderen en jongeren, mensen met verschillende achtergronden bij elkaar gezet. Nou, die ontmoetingen zijn als volgt gegaan. Je ziet ons hier zitten, twee tafels, twee stoelen en een tafel. Dankjewel mama voor het tafeltje. Sponsorbank. En die stoelen en de tafel die hebben meegenomen naar bijzondere plekken in Uithoorn en de Kwakel. In eerste instantie wilden we gesprekken bij Gerrit binnen voeren, maar ja, dat kon niet. Gelukkig werd het mooi weer, dus we zijn onder andere in het Libellenbos geweest, bij Fort aan de Drecht en op allerlei mooie plekken, langs de Amstel bijvoorbeeld, hebben we de stoelen neergezet en een tafeltje. Er gingen twee mensen die elkaar niet kennen met elkaar in gesprek.
voorhand was gevraagd, wil je een dierbaar voorwerp meenemen om zo een beetje het ijs te breken? En de mensen die we bij elkaar hebben gezet, die hebben een klein beetje gematcht op passies, hobby's of andere liefhebberijen. Zodat ze in ieder geval iets hadden om over te praten. Vooraf dacht ik, nou, dit kan nog best wel eens lastig worden, want een uur praten met iemand die je niet kent, dat is best wel een uitdaging. Maar wat schetste mijn verbazing, die gesprekken die gingen eigenlijk allemaal best wel soepel. Af en toe een vraag tussendoor om het gesprek weer een beetje op gang te helpen of de richting op te duwen die ik graag wilde. Maar eigenlijk ging het heel erg natuurlijk. En natuurlijk was er eentje meer aan het woord soms en was de ander meer een luisteraar. Maar ja, zo gaat dat. De een is beter in spreken en de ander aan het luisteren. Maar ik vond het heel erg bijzonder dat ik daarbij mocht zijn. En dat iedereen heel erg open was over van alles. En vooral nieuwsgierig was naar de ander. En ook al was niet iedereen het altijd met elkaar eens, toch was er ruimte voor andermans mening. Nou ja, zeker, ik heb gisteren wat reacties gezien op de fotoborden die langs de afstand te zien zijn. En toen zag ik nog maar een klein beetje in de schoenen. Het ging over een GST-pak en het uitzicht verpest enzovoort. Dus de negatieve reacties zijn er ook. Maar wat voor mij betreft is het positieve. Nog steeds, ondanks de mobieltjes en andere afleidingen, ondanks de coronatijd waarbij ons eigenlijk een beetje is geleerd om zoveel mogelijk afstand te houden van een onbekende, kunnen we het nog gewoon. Gewoon in gesprek gaan met de ander en nieuwsgierig zijn naar die ander. Nou ja, het resulteert in foto's die je naast ziet. Zoals gezegd, je kunt de foto's ook langs de Amstel bekijken. Je kunt daar eigenlijk niet omheen kijken. En de verhalen die zijn ook te lezen op de website www.vitsenwijkuithoorn.nl. Op de poster zie je ook een QR-code. Als je die scant, dan kom je direct bij het verhaal van de ontmoeting. En José zei het al, dit is pas een eerste stap. Met dit project hebben we niet opeens een enorm sociale cohesie bereikt. Hopelijk wel tussen deze 22 deelnemers. Maar we moeten steeds verder gaan. Totdat uit Hoorn en de Kwakel straks gewoon net als Steenwijk iedereen mooi zegt tegen elkaar. Ik moet een paar mensen bedanken. Allereerst Dolly. We hebben samengewerkt. Ik vond het heel erg fijn om met jou samen te werken. Ik heb er veel van geleerd. Dus dank voor je inzet. Natuurlijk José. Voor als een steun en meedenken en eraan sleuren om het voor elkaar te krijgen. Het projectteam van de gemeente met onder andere Stasja en Zelda, die zit daar ook in de zaal. Maar mijn grootste dank is aan de deelnemers, want zonder jullie hadden we het zeker niet kunnen doen. Er zijn ook boekjes gemaakt voor iedereen is er een boekje.
Maar de eerste wil ik graag gebruiken. Alsjeblieft. Ik denk dat dit zo meteen de meest gewilde plek is van de hele kerk, van je champagne. Ja. Ik moet even Michel bedanken. Michel is een drukker, die zit daar. Hij heeft heel snel geschakeld om dit allemaal mogelijk te maken. Dus Michel, dank je. Dan wil ik u graag de boekjes overhandigen aan de deelnemers. Dus deelnemers, kom weer voor op het podium. Ik kan gelijk een foto maken.
Dank u wel. En veel mijn dagen voor je. Ik ben de moeder van jou vanavond. Hé, hey, kijk, dit is de samensteller. Helemaal niet. Staat hier gewoon naast. Ja, dat is Bart. Bart, een van de deelnemers. Wat toevallig. Ja, we komen zo aanlopen. Erg mooi staat het erbij. Ook nog wat aan de achterkant. Ja. Zo krijg je ze al vanaf het water te zien als je aanlegt. Daar is wel over nagedacht.